Ja, ik fotografeer ook soms al verkeersborden. Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik hou ontzettend van het wegsleepbord. En hoe ze dan die autootjes erop tekenen of schilderen, of hoe je dat ook noemt. Zeg maar, dat een auto of een bejaarde of een kind. En hoe dat in een icoon uiteindelijk terechtkomt. Hoe je dat zeg maar, indikt naar dat iedereen denkt: oh, een kind. Dus los van het individu. Gewoon helemaal. En, ja, dat, zo kijk ik naar verkeersborden. En behalve natuurlijk dat je ergens niet in mag rijden als je niet mag inrijden. Maar, dus ik vind het een interessant fenomeen. En ook hoe dat in de tijden verandert. En hoe auto's er. En heel vaak dat die iconen heel lang oud blijven. Dat die auto's er heel lang oud blijven uitzien en niet als nu. En dat we het toch echt als een auto ervaren. Dus dat je het nog steeds over een zak patat hebt. Terwijl je eigenlijk alleen nog maar bakjes krijgt bij de snackbar. Hè? Zo, dat. En dus die punt is nog steeds het icoon van patat.